De Tielse politiek gaat zich toch hard maken om de voorgenomen afschaffing van het schoolzwemmen aan het einde van dit jaar niet te laten doorgaan. In 2011 had de toenmalige gemeenteraad beslist om het schoolzwemmen in 2017 af te schaffen en daarmee een bezuiniging te realiseren van 96.000 euro op jaarbasis. De meerderheid van de raad, onder aanvoering van de PvdB, vindt dat onverantwoord en gaat in gesprek met verschillende betrokken partijen om te bezien of er een vorm gevonden kan worden om het schoolzwemmen te behouden. Onlangs werden er ruim 2000 handtekeningen aan de politiek aangeboden, met daarin de oproep om het schoolzwemmen niet af te schaffen.